grote controle aan de Anconalaan in Eindhoven dinsdagavond. Het was een gezamenlijke actie van de politie, de Belastingdienst en de gemeente Eindhoven. In de hele omgeving werden kentekens gecheckt van in totaal 22.000 auto's. Een deel van die auto's werden naar het parkeerterrein van Unitas geleid. Daar werden allerlei controles gedaan. De Belastingdienst kon zo onder meer 45.000 euro aan uitstaande schulden innen. Verder deden de Vreemdelingendienst en het verkeersteam van de politie mee aan de controle, evenals de douane. Er werden in totaal 31 voertuigen in beslag genomen en 67 boetes uitgedeeld.